De werkzaamheden aan de Schoolstraat zijn in volle gang. Het onderhoud aan de weg en de fietspaden was al jaren nodig, maar werd vorig jaar nog eens uitgesteld. Toen bleek dat de bewoners het niet eens waren met de oorspronkelijke plannen. Nu is de herinrichting van de Schoolstraat begonnen. Daarvoor werden alle bomen gekapt. Er komen ruim 40 nieuwe bomen voor terug. Minder dan eerst gepland. Maar de bewoners hebben liever parkeerplaatsen dan bomen. Nu komen er ruim 110 parkeerplaatsen. Zeker 40 meer dan in de eerste plannen. Ook de riolering wordt aangepakt. En er komen verkeersremmende maatregelen ter hoogte van het palet. Extra parkeerplaatsen komen er bij de parallelweg. Die plekken zijn onder meer nodig bij de kinderopvang. Het fietspad was op sommige plekken nauwelijks begaanbaar door de wortels van de bomen die het wegdek omhoog drukten. De werkzaamheden zullen enige maanden duren.